Heel veel ouders die een kind verloren hebben, waar buiten hun eigen familiekring die naam niemand meer zegt. Dan hoop ik dat Joes voor die families ook een beetje symbool kan zijn. Dan wordt zijn dood minder zinloos. Ik zeg niet zinvol, want dat bestaat niet. Ik zeg, hij wordt minder zinloos. Ik was zelf 12 jaar oud toen Joes werd vermoord. En voor mij was het een van de definiërende gebeurtenissen van die tijd. En ik denk dat dat voor heel veel Amsterdammers ook geldt. We zijn nu 22 jaar later. En ik denk dat het ook belangrijk is dat ook nieuwe Amsterdammers, ook net geboren Amsterdammers, dat die aan het denken blijven als de naam Joes Kloppenburg valt. En ik hoop dat de brug en het verhaal van een jongen die Joes heet, daaraan bij kunnen dragen. Wij gaan nu over tot het onthullen van waarom deze brug de naam Joes Kloppenburg-brug heeft gekregen. Zodat mensen in de toekomst ook nog kunnen lezen waarom dat zo hier gebeurd is. Kun je het je mooier voorstellen dan dit? Dit is over 100 jaar nog zo. Dus, of ja. Misschien nog veel langer. Dus na ons blijft dat zo. En dat vind ik een ongelooflijke, prettige, troostrijke gedachte. Hij heeft niet voor niks geleefd. Daar gaat het om.